Motorrijder Frans Verhoeven eindigde dit jaar als 15e in de slopende Dakar Rally. Een prestatie van formaat met heel veel dank aan zijn technische ploeg. Frans Verhoeven weet nog net bij dit beste 30 te finishen. Hij is boos op zijn monteur die onderdelen van zijn motor niet goed heeft vastgedraaid. Ik heb gigantisch lopen te kloten met allerlei stomme dingen van mijn monteur weer. En dat dadelijk even flink de wacht aan zee. Bij de motoren was het een teleurstellende dag voor Frans Verhoeven. Hij had materiaalpech. Ik heb weer moeten stoppen voor allerlei dingen en de koppeling bleef hangen. En toen heb ik helemaal mijn voorkant zat los. Ik heb helemaal nieuwe bouten in moeten zetten. Alles los moeten schroeven, van mijn achterframe voorin moeten draaien. Ook Nederlander Frans Verhoeven komt woedend aan bij de finish. De laatste 30 kilometer hier. Al heel de voorkant, alles valt voor mijn motor. Ik word er helemaal scheidziek van. Frans Verhoeven schuift daardoor door naar plek 5. Hij had eindelijk een dag zonder losse onderdelen. Chapeau voor het team. Eerste dag. Geen problemen gehad.